Everyone right? This was a really tough game. Yeah, it was intense, man. It was intense. This is how it's going to be the first round, you know, so, yeah. Is this also for the first round that it's going to be two or three tough games? Yeah, without question. I mean, Spola is a good team, obviously, you know, and we're a good team too, you know, so I expect it to be a hard-nosed, physical series like it was today, so. You had a little bit of a problem with, well, defense was okay at some point, but the offense, the attack, it hesitated at least in the fourth quarter. Do you have an explanation for that? I think it's just getting shots to fall, you know, and being confident. And, you know, we practice every day, you know, and we just got to stay confident. Even if they don't drop, you know, we got to continue to shoot the basketball, you know. And like Mikey hit that huge shot at the end, just being persistent and shooting the basketball. And we'll be fine. We'll be fine. You were still confident at the end that you're going to win this game because Swollen was a little bit tight and every time at the very end. Yeah. Until the end, of course. Yeah. Well, you got to stay confident. You got to believe that we're going to win. And nobody on our team has any doubt, you know, in winning any game from this series to the next series to the next series. But now we just got to take care of business in the first round and we'll be okay. Thank you. Thank you. Het lijkt het haast wel, hè? Is dit Pioneer met name of met name Raakpunch? Wat vinden jullie punch, Delft? Dit is Raak, Factotum Raak. En Pioneer heb jij ook nog, ben je ook geweest? En ook Trippen, hè? Ben jij bij Trippen? Nee, je bent niet bij Trippen. Nee, ik stond wel op de spelerslijst, maar ik was geblesseerd. Het hele jaar. Ja, ja, ja. Dus... Het hele jaar, dus ook die ene finale tegen Leiden? Dat denk ik wel, ja. Ja. Maar wel mooi, wat komen jullie doen? Uiteraard naar het basketbal kijken, maar gaan jullie nog vaak? Ja, de laatste jaar ben ik een aantal keer geweest. Gaat dat ook voor jou? Ik begreep dat je in Den Haag woont. Ik kom een enkele keer en vandaag is een hele bijzondere bezoek, want ik heb mijn vrouw en drie dochters bij me. Ik heb ze gezien. Die ook wel eens basketbal wilden zien, op niveau. Ja, want zelf doen ze het niet. En als ik even mag onderbreken, ik ben er regelmatig, voor de duidelijkheid. Jij bent er altijd. Als we dan toch even naar die wedstrijd gaan. Uiteindelijk vierde in de competitie. Ja, maar ik vraag dat aan de mannen hier, want die, ik bedoel... Wat vind ik wel mooi, Jan Sikkens, het voorspel was vroeger anders. Wat vind je van het spelletje nu, als je naar zo'n wedstrijd als dit kijkt? Fysieker, veel fysieker volgens mij. Ik weet niet of... Waar is natuurlijk wel aangepast hoor, ik bedoel, daar gaat niet om. Maar het gaat veel fysieker. En als je kijkt naar... De kans op de paas, denk ik. En waardoor de score in ieder geval stukken minder is bijvoorbeeld. Het is ontstellend. Hoe hoog scoren ze? Ja. Maar dat fysieke, dat kan je dus nu nog zien. Hè? Als je nou kijkt hier, is aan zoveel interlands. Geen grammetje vet. Tegenwoordig, als je die mannen ziet, dat is alleen maar... fitness, wat er in die tijd niet was. En krachttraining. Maar het gevolg is wel dat je dus als je op een gegeven moment 40, 50, 60 en je speelt niet meer, dat je dus uit gaat dijen. Maar dus heel ander basketbal. Dit is het levende bewijs daarvoor. Goed, voor Mitchell Plaat een paar weken terug al. Ja, nou, nog zo'n voorbeeld. Hè? Ja. Misschien was het Mitchell, die was hier een paar weken geleden. Ja? Maar misschien was het meer cerebraal basketbal ook, hè, in die tijd. Maar goed, dat laat ik daar niet verder. Maar even naar de wedstrijd, Toon. Het is heerlijk om te winnen, heerlijk om vierde te worden. En wat je altijd graag wil, thuisvoordeel in de eerste ronde. Ja, uiteraard, maar dat wil elke coach uiteraard. Hè. Thuisvoordeel had Zwolle ook graag gewild. Typische wedstrijd van het seizoen. Hè? Kijk, knokken. Het is niet mooi. Soms zit ik met mijn haren op mijn kale hoofd. Dan denk ik ook van, moet ik hier nou weer mee? Dan is het even proberen te puzzelen. Kijken waar de oplossingen liggen. Het goede is van het team. Want ik heb regelmatig gezegd, in de loop van het seizoen heb ik regelmatig gezegd van het echte hart met het vertrek eerst van Boxley, later van Arvin, van Bekkering, van Hilliman, dat dat weg was. Maar, wat Jan beaamt, en die is nu dit seizoen inderdaad een paar keer geweest al, we blijven wel terugkomen. Dus wat dat betreft zit er toch wel karakter in de ploeg. En dat was vanavond keihard nodig. Want ja, als je die eerste 10 minuten zag, hè, over met je handen in je...
in je haar zitten. Dat, toen zag het er natuurlijk niet best uit. Van de andere kant, ja, je weet ook dat wedstrijd zelf of nooit na 10 minuten echt afgemaakt wordt. Dus, en we hadden een hele goede tweede periode, een gelijke ruststand. En ja, dan kan je in wezen kan je dan van voor af aan beginnen. Maar ja, laat ik voor de verandering eens positief en tevreden zijn over wat de jongens gepresteerd hebben vandaag. Zeker qua weglust en intensiteit, want dat was tot het eind goed en daarmee win je het er. Ja, precies. Ja. Fraai basketbal, daar zullen we geen prijs voor krijgen, maar dat hoeft ook helemaal niet. En we hebben wat je zegt, we hebben wat we wilden, de vierde plaats. En dan gaan we donderdag eens kijken of we deze intensiteit vast kunnen houden. Want die is wel, bij deze groep moeten we op de... We noemen dat punten van onze tenen spelen op deze manier. Want als we maar een stapje terug nemen of wat gas terugnemen, dan gaat het hem echt niet worden. Want ook complimenten naar Zwolle, want je ziet het, gewoon een gedegen ploeg, lekker fysiek. En we vanavond alle zeilen bij moeten zetten. En nogmaals, kijk, in deze fase van de competitie gaat het nu niet meer om echt wat dingen te trainen. Maar het is even te zeggen, jongens, van dit is nodig om te spelen. Kijk, we kennen elkaar van zoveel wedstrijden, dus dat is het punt niet. Maar intensiteit vasthouden. Want dat gaat de doorslag komende donderdag waarschijnlijk weergeven. Want je moet hem eigenlijk winnen, hè? Van de eerste, dat is... Ja, volgens de wet, statistieken. Of de wet van weet ik veel, moet je de eerste thuiswedstrijd winnen, anders ben je meteen je voordeel kwijt. Ja, ik had eigenlijk al een beetje zitten denken, met vanavond erbij heb je dus nu de mogelijkheid tot 4 wedstrijden op rij tegen Zwolle. En toen had ik op een gegeven moment zitten rekenen van met 2 winnen kan je er zijn. Maar dat is niet zo, want na deze winst, we staan nog steeds op 0 voor de play-offs. Het is een assortiment, het is geen best of 3, had ik gedacht, het is wat meer. Maar nee, ja, we moeten misschien wel 3 winnen uit deze reeks van eventueel 4 wedstrijden. Ga je met vertrouwen de play-offs in? Ook altijd zo'n lastige vraag. Ja, kijk, dat is een lastige, in zoverre lastig. Ik weet wat we kunnen, ik weet waar we naar gewerkt hebben. Ik weet ook wat we niet kunnen. En ik denk dat dat misschien wel zeker zo belangrijk is op dit moment. En de jongens ervan overtuigen. En dat is wat ik net tegen je zeg. Het allerbelangrijkste is nu dat die intensiteit vasthouden. Ballen raak schieten, ballen afvangen, ballen screens. Dat is op dit moment eigenlijk niet aan de orde. Natuurlijk wordt dat aangestipt. Maar het gaat om de beleving en de intensiteit. En na vanavond heb ik daar inderdaad toch alle vertrouwen in. Succes donderdag. Ja, dankjewel.